Maar dat is niet ook wel een beetje zeggen. Die... Oh, gaat het gaat goed? Ja man. Wat is je naam? Lucas. Lucas, aangenaam man. Yomi man. Ja. Hey, de eerste vraag is, ja. Wat maakt jou gelukkig om mee te beginnen? Ik denk gewoon familie. Gewoon goede vrienden om je heen. Ja. Dat is wel belangrijk. Ben je echt een familieman? Zo jawel. Jawel. Gewoon close met mijn familie, mijn moeder vooral en zo. En je vader dan? Want ik dood. Bedoel, je bent... Oh, fuck. You stupid ass nigga. The first question is, what makes you happy? Pussy money weed. I'm kidding, I'm fucking with you. Just being able to wake up every day and enjoy everything in life. What's the thing you get the most compliments from? I think just being different, like my drip, the little things, like the way you present yourself, the way I present myself. I'm an island man, so I dress like an island man. Wat zijn jullie namen? Ruben. Ruben, Ivo. Aangenaamd. Ivo. Ivo? Ja, Ivo, ja. Ja, en Dobbe. 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 Ja. Ja, kom je vandaan? Huh? Kom je vandaan? Uit Damsko? Damsko? Zuid-Amerika. Zuid-Amerika? Brazilië, 5 keer wereldkampioen. Beter dan Europa. Ja. Wat is je naam? Huh? Lorenzo. Lorenzo. Aangename, Yomi. Nou, de eerste vraag dat ik heb voor jou is, wat maakt jou gelukkig? Wat? Wat seks, maakt jou seks, gelukkig? Seks. Hoe fix jij dat, bro? Dat weet ik niet. Je moet mij wat leren, man. Wat I need some. Ah, ik weet het niet. Jij weet niet? Ik weet het niet. Dat is dealen, veel geld hebben, ja. Drugs, rappen. Hey, maar hoe schrijf je al die shit bij elkaar dan? Heb je zo naar je connecties en zo? Ja, ja, grote. Grote connecties. Grote. Fuck bro, deze man, hè. Oh, Esmee, Esmee wil dat. Afspreken met vriendinnen, leuke dingen doen. Met vriendinnen? Ja. Is hij een van je vriendinnen? Ja, of een soort van, vrienden. Zij zijn een koppeltje, dus ik ben vriendin met haar. Oh, kijk, we hebben naar iedereen uit 036 en 020. Wacht even, kom nog een keer. Een shout-out naar iedereen uit 036 en 020. Fuck up, bro. Thank you, man. Waar krijgen jullie de meeste complimenten over? Sportiviteit, denk ik wel, man. Ja. Veel sporten. Ja, ik weet niet, man. Het is lang geleden. Maar complimenten in de zin van... Ja, het kan over alles zijn, uiterlijk. Ja, ogen wel, meestal. Ogen wel, soms. Jij? Ik zou het niet weten, man. Echt, het is heel algemeen, zeg maar. Ik hoor alleen mensen over mijn haar af en toe. Ja. Ja, krullen. Ja. Krullen is wel een van de dingen die meiden leuk vinden bij mensen. Tenminste, in mijn ervaring, 79% van de tijd vinden meiden krullen mooi. Heb je een verborgen talent dat je eventueel kan laten zien? Ik kan een pistol squat, dat kan ik wel. Wat is dat? Een pistol gewoon op één been een squat doen. Oké, show the shit. Show the shit. Wow, dit? Dat is het enige. Wacht even, hou vast. Ik wil dat nadoen. Ja, kijken of ik dat kan. Okay, dat moet goed kunnen. Kan je. Shut the fuck up, nigga. Is dat goed? Dat? Oké. Okay. Nou, Luc, fuck up, man. Het is talent niet voor niets. Oefening baat kunst, zeggen ze. Ja, man. I'm from St. Martin. St. Martin. You know, we normally wear socks and sandals, but it's a little hot today, so... You know what I mean, but... So that's South Africa? No, man. Wait. The real Caribbean, bro. St. Martin. Do you have a hidden talent? Yeah. What's the hidden talent? Can you show it? I produce my own materials. Like I could design clothes. I also could produce music, like good quality music. Is this your own? Do own you? Brand, yeah. Yeah, it's your own brand. But do you make the hats yourself or? I can, but I rather, you know, if you're a businessman, you don't have time to do your own thing, so you find a supplier. But I designed this whole product itself. You got a pocket at the back for your weed, for your ID card, or for your money. Then you have your strings you could put here. For your hat, you know? Yeah. So it's a very dope. It's not just the product, but the brand, what it represents. If you see someone wearing something with One Generation, you know, like, oh shit, this is my brother, this is my sister, you feel me? Stay true, One Generation. So, wat krijg jij het meest compliment over? Compliment over mijn kleren. Jouw kleding? Ja. Ben jij voor FC Barcelona? Nee, het is geen Barcelona dit. Dit is voetbalclub. Barcelona kan niet voetballen. Sinds Koeman is geweest, dat kan niet. Heb je Koeman gezien? Ja, ik heb... Oh, shit. Ja? Wat is jouw talent? Heb jij een talent dat jij kan laten zien naast een blootje maken? Je is zo fuck up, bro. Heb jij een talent? Talent? Ik heb vele talenten. Ja, vele, zoals? Vele. Zoals? Vele. Ik ben paranoid. Hoe? Paranoid. Paranoid? Ja. Ja, ben je? Ja. Wie heeft dat gezegd tegen jou? Dat weet ik. Oh, dat weet jij? Maar heb je zoveel ik? Zelfkennis? Ja, googelen. Google. Wie is jullie lelijkste mattie? Bro. Quinn van der Graaf, bro, sowieso. Quinn van der Graaf, shout out naar hem. Zeker, Quinn van der Graaf. Quinn, als je dit ziet. Quinn van der Graaf. Mag ik ze Insta gooien? Je mag ze Insta gooien. Oké, Quinn, dubbel N, -n, 1504. Mensen. Hoor de optie lelijk is. Goeiedag, jongens.
Wat leuk dat jullie er zijn. Leuk dat jullie mee willen doen met het leuke filmpje. Hey, eerste vraag is, wat maakt jullie gelukkig? Om zijn beurt graag. Is dan wel tegelijkertijd? En dan heb ik als laatste vraag, hebben jullie toevallig een verborgen talent? Sommige mensen kunnen hun duim helemaal fucking tot... krijg je redding van als ik eraan moet denken. Oh, wow. Ik kan het maar niet zo. Nou, oké. Okay. Ja, maar netjes. Come on, girl. Show it. Show it. Show it. Zien. Weet je wat we gaan doen? Uh-huh. We gaan hier een beetje oefenen om je een beetje buiten je comfortzone te laten stappen. Weet je wel? Je teken, als je goed kan tekenen, als je vriend zag dat je goed kan tekenen. Moet je dat wel laten zien aan mensen? Ja. Wij als mensen willen wat zien, weet je wel. We willen geïnspireerd raken door mensen die een beetje goed zijn in hun vak. Ik kan het in ieder geval niet. Ik doe... Maar je kan het niet laten tweeën. Zien, zeg maar. Doe maar stiekem. 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 Ah, bro. Fakka. Hij mocht dat niet doen. Nou joh, laten we Aaron maar vragen. Mag ik jullie bedanken voor jullie tijd? En ik wens jullie een fijne middag toe, man. Rustig gaan. Dankjewel. Internaten. Ja, ik kom Leg uit. Ik kom uit een internaat. Oh. Ja, uit een internaat. Oh, zo bedoel je. Ja. Maar gezond en wel, hoor. Ja, gezond en wel. Je doet af en toe lekker blootje, gewoon even om lekker te ontspannen. Ja. Waar heb je stress van, joh? Huh? Waar heb je stress van? Stress? Ben je gestrest? Ik? Ja. Als stress? Je ziet er zo uit. Als ik geen Gucci heb, geen Balenciaga's, geen Nike's, geen Nike hier, dan ga ik wel stressen. Ja, dan ga je stressen. Broer! Wat is die schoen dan? Balenciaga's, die bitches zeggen, die Balenciaga's is niet goed. Hé! Hey, ze rappen erover. Is die echt? Die schoen is een douche. Die brakas, iedereen trekt die Nike brakas aan. Voor de fonds. Geniet van je dag, joh. Peace out. Nou, lieve mensjes, daar heb je het. Welkom in Damskarroes.